Ignis is in the outskirts of Ypres, a small town in West Flanders, Belgium. What most people don't know is that Belgium is renowned for its Arabian horses. These horses are well known for being race horses, but they are also showcased in shows. Today, Ignis is meeting with Martina van Hey, a horse breeder who has bred prize-winning Arabian horses that are sought after worldwide. Martina ken ik via gemeenschappelijke vrienden. En Martina heeft haar carrière op andere boeken gegooid. Dus het bedrijf wat zij 40 jaar heeft geleid, dat is zij helemaal uitverkocht. Dus de paarden heeft zij verkocht over heel de wereld. En nu alle paarden verkocht zijn, wil zij het onroerend goed gaan verkopen. En daar heeft zij mij raad gevraagd om dat, een nieuwe cliënt, een nieuwe eigenaar voor te zoeken. Martina, bedankt van mij te ontvangen op hoe heet het domein? De stoeterij, de naam is Dion Arabians. Wie is Martine? Ik kan zeggen dat ik uit een gezin kom met 4 kinderen. 2 zussen en een broer nog. Heel streng opgevoed. Van mijn 6 jaar oud op kostschool. Franstalig tot mijn 18. Maar toch wel altijd die liefde voor dieren daarin gezeten. Dat heb je dan gebouwd, verkocht? Ik zocht dus een perceel grond dat minimum 10 hectare was. En wat heel belangrijk is, en wat ook moeilijk om vinden is, is van dat in één blok te hebben. Het was een varkensboerderij, maar die was niet meer functioneel. Die mensen waren gestopt. Dit is landbouwgrond. Dus ik kan, als ik morgen hier ergens anders dat wil doen, nee, dat gaat. Hier is een bepaalde bestemming op. Ja. Klopt dat? Hier is een bepaalde bestemming op. En het is dus bestemming paardenfokkerij en alles wat met landbouw te maken heeft. Dus dat is de bestemming. Daarvoor ben ik dus ook naar de landbouwschool moeten gaan om die vergunningen te krijgen en ben ik officieel boerin. Dus hier is een vergunning op voor onder de 8 paarden. Martine, vroeger heb je dan gevonden plezant paarden. Op een gegeven moment ben je tot hier gekomen. Dat is een hobby. Is dat zo? Ik ben begonnen met paarden. Ik denk van als ik amper kon lopen. Dat was dan de eerste pony, dan vergroterd en zo meer. En dat was mijn grootvader had ons een ponytje gekocht. En ik was wel de meest gepassioneerde in de paarden en ben dat ook gebleven. En dat is dan helemaal gebouwd op uw hobby eindelijk, hè? Dat heb ik gebouwd. Laat ons zeggen dat dat een uit de hand gelopen hobby geworden is. Het was destijds, ben ik begonnen in, echt met de Arabische volbloeden in 85. Maar dan had ik er enkele, maar dan uiteindelijk, na enkele jaren vermeerdert dat. Je begint te fokken. De stoeterij is hier in productie geweest vanaf 2008. Uiteindelijk gestopt in 2016. En dan heeft er nog een trainer het in dienst genomen, zijn activiteit hier gehad. Enorm veel trainingspaarden had, dus van wereldwijd. Maar uiteindelijk is die jongen ook zelfstandig gegroeid en ook zijn eigen stoeterij gekocht. En vandaar dat ik gezegd heb, nu hopelijk aan de juiste mensen kunnen verkopen die een hart hebben voor paarden en die er echt gaan voor zorgen dat het mooi blijft en dat het doeltreffend is voor het welzijn van de dieren. Martine heeft op deze industrie een hele goede reputatie. Als één persoon, als vrouw alleen, heeft zij toch in het midden van die Arabieren iets opgebouwd, waar toch, u mag tegen gezegd worden. Plus, zij heeft toch meerdere wereldkampioenen. Wij hopen natuurlijk dat dat ook een bepaalde meerwaarde zal hebben aan het onroerend goed. Uw cliënteel, dat zijn koninklijke families, hè? En die zijn hier geweest ook, hè? Koningen zelf niet, kroonprinsen wel. Okay, maar ook koninklijke families toch? Zo. Ja, want de eerste Arabische volbloed wereldkampioen van de Emiraten is hier geboren in mijn handen. En is verkocht naar Ajman, aan de kroonprins. Dus oké, dat zijn al de koninklijke bloeden. After all her success, Martina sold all her horses. But she couldn't leave the Arabian horse world behind her. She is still active in the scene. She has become an international judge and advises people at auctions. She takes Ignis to one of these auctions.
Jaarlijks is er in Maldegem sedert 5 jaar nu een veiling van paarden, een auction. En ook daar komt dan echt iedereen van alle niveaus, van alle culturen. Zoveel verschillende mensen komen daar naartoe. Die paarden worden dan wereldwijd verkocht. Dus op één avond is dat ongeveer een 30-tal paarden dat ze daar verkopen. En dan ziet je nog maar eens dat het toch wereldwijd een gekendheid is dat België zo goed geplaatst is daarvoor. En we are selling Athena for a fantastic amount of 54,000. After purchasing a horse, an official Saudi prince meets with Ignis to explain why these events are so big. Explain me, like for me, it's a very strange industry. Why is that so exciting? This is our passion. It's a passion. Something our family had for generations. As Arabs, the family, my grandfather, my father, my brothers, were all breeders. So this is something that runs in the family, and hope we can take it to our next generation as well. Everyone had a passion. Some people had a passion of football. Some people had a passion of everything. But for us, Arabian horse is what we eat, drink, sleep, and think about the whole day. Wat we hier zien zijn eigenlijk allemaal gepassioneerden, echt gepassioneerden van over de wereld. Okay. Dus die kopen nu paarden aan voor de fokkerij. Maar niet om te rijden en helemaal niet? Wel, eigenlijk is dat een beetje een misverstand. Want laat ons ook zeggen dat er toch van die Arabieren ook bereden worden. Oh. Zeker. Maar in eerste instantie wat we nu hier zien op deze veiling is dus de paarden die verkocht worden voor de show. De show, dat zijn de schoonheidswedstrijden. Mm-hmm. En dat gaat dus over juries, internationale juries, dat uw paard gedurende 2-3 minuten gaan keuren op schoonheid. En men gaat daar echt heel ver in, heel, heel ver. En wat dat hier gebeurt, hier worden paarden verkocht. Dat zijn de mooiste paarden ter wereld. Dat moeten we wel gaan realiseren. En tussen het mooiste en het supermooiste, die lijn ligt heel dicht bij elkaar. Iedereen die daar was, ja, die wilde gewoon het mooiste paard hebben. Of het toekomstgericht, het kopen om een wereldkampioen te hebben. 60.000. Nu gaan we naar de stallen. Ja. Dus het is zodanig gebouwd dat ik van binnen, van het privaat, via de trofferoom, dan de ontvangstzaal. En dan op de piste en rechtstreeks naar de stallen. En dan is nog een aparte doorgang voor uw klanten die je niet in uw privaat wilt, rechtstreeks naar hier. Hier hebben allemaal die paarden gestaan. Hier was dus de merriegang. En zoals u ziet is dat ook dus allemaal volledig geïsoleerd. Verluchting, muziekinstallaties, branddetectie. Dus hier hebben we een doorgang van 4 meter. Dat is ook met een bedoeling dat je steeds met een tractor, met om te even wat, daardoor kunt. Zou je dat opnieuw doen, Martine? Ja, ik zou het zeker opnieuw doen. Maar zou ik het nog in... Ja, ik weet het niet. Ik zou het opnieuw doen, maar ik weet niet of ik nog zo groot zou doen. Dat is een echt bedrijf, hè? Het is een bedrijf. En nu heb je mij gecontracteerd. Je zegt, ja, goh, ik ben er een beetje klaar mee. Je gaat je leven een beetje onder een boeg gooien. Ja, je gaat rond nu een knokken. Ja. Aan de Belgische kust, wat je een beetje zegt. Ik heb een gemakske en ga tureren over de wereld. En zo is het een beetje. Het feit is dus, sedert dat mijn fameuze merrie ingeslapen geweest is. En ik had mij ook wel ooit gezegd, als ik geen nakomelingen heb die mij gaan opvolgen voor mijn fokkerij, wil ik dus ergens een doelstelling, een jaartal in mijn hoofd van, dan stop ik ermee. En ik heb me daaraan gehouden. The stables are 17 acres, with all the facilities needed to run them, a veterinary office and 1,000 square meter living space. Martina, hier heb je dan helemaal... Hier staan de paard tot een dag. Hier komen we dus op de, aan de weides. Dan heb je hier nog de stapmolen, dat is waar ze de paarden dus in trainen. Dat is dus computergestuurd, kun je programma inzetten en zo. Computergestuurd? Is met een camera,
dat je dan ook van op afstand van het bureel kunt zien, moest er iets misgaan of zo. En dit zijn allemaal de weiden hier, Martine? Dat zijn allemaal de weiden, dus je ziet, zelfs in wintertijd, ziet je geen nat. Het heeft enorm geregend, maar ze zijn gedraineerd. Tussen iedere weide is er dan ook vier gangen, een gang van 4 meter. Ook terug om met uw machine kunnen door te gaan. Van hier heb je dan zicht naar het privaat, maar het paardengedeelte is toch terug volledig apart. Wist je dit niet, Martinarius? Deze? Goh, ik kan altijd verbonden blijven met paarden, maar ik mis dat ergens missen en niet missen. Nee. Mijn toekomst, dat ik echt nog zou willen, is gewoon nuttig zijn om dus mijn passie door te geven aan een nieuwe generatie en gewoon bij te staan waar nodig. Die mogen mij altijd contacteren. Als ik bereikbaar ben, ga ik proberen te helpen. Ik denk dat wij moeten gaan kijken naar mensen die iets zoeken in die industrie. En we moeten natuurlijk niemand gaan zoeken die maar 2 paarden heeft. Want we hebben meerdere stallen, meerdere boksen erbij. Dus de prijs wat zij vraagt is rechtmatig. Maar opnieuw, je moet het goede dekseltje hebben op het goede potje. Dat is altijd zo. Martine, heel erg bedankt dat je een beetje kijk hebt laten nemen nu in die industrie. Ik ga 1 journalist in mijn leven kussen. Dank u wel.